Dit is Tommy Blooper. Hij is journalist. Straks heeft hij een interview over de Dream Night, want die bestaat 25 jaar. Dream Night is één avond per jaar in Diergaarde Blijdorp. Voor kinderen en hun ouders die het nodig hebben om even alles te vergeten. Tommy gaat een interview doen in de dierentuin met Peter en Hank. Twee mannen die nog ouder zijn dan de Dream Night zelf. Zij zijn er 25 jaar geleden mee begonnen en kunnen er dus veel over vertellen. Maar Tommy, moet jij niet nog iets regelen? Ja, ga. Hallo met Tommy. Spreek ik toevallig met de lekkerste bakkerij van Rotterdam. Ja, ik zou heel graag een taart willen bestellen. Een taart met Dream Night. Nee, ja, precies. Hoe snel kunt u er zijn? 1 minuut. Yes, dankjewel. Tommy was de afspraak bijna vergeten, maar Peter en Hank niet. Die waren zelfs veel te vroeg. En daarom maken ze eerst maar even een rondje door de dierentuin. Zeg Peter, we hebben toch dadelijk een afspraak met, hoe heet hij ook weer? Tommy Blooper. Volgens mij over een kwartiertje zou die komen. Oké, over een kwartiertje. Ja. Nou, dan hebben we nog heel eventjes. Kunnen ja, we nog eventjes maar dan wachten we hier even, gaan we hier even beestjes kijken en zo, joh. Is het nou, ja, het is al 25 jaar geleden dat jij de eerste Dream Night organiseerde, hè? Zo, is het alweer zo lang geleden? Ja, zijn we alweer zo oud? Ja, dat klopt inderdaad, al 25 jaar geleden. Inmiddels is het natuurlijk wel wat gebeurd. Toen was het nog alleen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ja, ja, ja. En later zijn er natuurlijk een heleboel dierentuinen bijgekomen. Dankzij jou zijn we zelfs heel de wereld ingegaan. En hebben we in 293 dierentuinen en ook andere dingen, is er in 40 landen is er een Dream Night georganiseerd. Je had het kunnen bedenken in het begin, hè? Ja, geweldig. Ja. Even verderop is het politiebureau, waar twee agenten zitten die nou nooit iets spannends meemaken. Vanavond ook niet, denken ze. Ja, krijgen we dat ook? Ja, gebeurt hier toch niks. Even kijken op het scherm of er inderdaad niks gebeurt, hè? Nee, echt niks, nee. Kijk, het is een interne mededeling. Daar staat Dream Night at the Zoo. 25 jaar. Lang zal die leven. Nou, gezellig hoor, we maken er een feestje van. Nou, dat zal wel worden. Nou, zeg nou, geen, maar niet met ons, geloof ik. Want er gebeurt hier, als wij er zijn, gebeurt er nooit wat. Nee, altijd dooie aangelegenheden. Dooie boel hier, ja. Tommy Blooper is net op tijd in de dierentuin. Dat hek is echt dicht, Tommy. Je moet een ander hek hebben. Die ja. Oh, Tommy, niet zomaar naar binnen lopen. Je moet even tegen iemand zeggen dat je een afspraak hebt. Oh, er hangen overal camera's. Die agenten zien je. Tenminste, als ze op het goede scherm kijken. Tommy, misschien moet je Peter en Hank even bellen. Elk jaar fantastische dingen, weet je wel. Echt elk jaar. Oh nee, die zitten nog druk te kleppen. Ze horen die telefoon niet. Toen hadden we bij de ingang, was ook weer de burgemeester natuurlijk. Ja. Alle dierenverzorgers liepen in hele leuke pakken. Oh, klopt, ja. En toen hadden we die steltlopers. Klopt. Prachtige gewaden. Ook dat circus toen. Ja, wat ik zelf het allermooiste eigenlijk vind, los van alle prachtige acts die we gehad hebben in de loop van de jaren. Dat zijn de gezichten van al die blije mensen, ja, die het zo fantastisch vinden om met de gezin er gewoon lekker een avondje uit te zijn en mooie dingen te zien. Dat vind ik het allermooiste. Helemaal met je eens, dat was een feest op zichzelf al. Ja, absoluut. Ja. Oh, Tommy, je taart rijdt weg. Een kwartiertje later zien we Tommy terug in de speeltuin en gelukkig heeft zijn taart weer terug. Maar wat is hij nou aan het doen?
Hij probeert vanaf de toren te kijken of hij Peter en Hank ergens ziet. Er gebeurt van alles hier in de dierentuin en die agenten hebben nog steeds niks in de gaten. Je leest elke avond die krant. Ja, maar ik kom eigenlijk nog... Je pluist hem uit. Oh, nou gaat Tommy maar kijken of Peter en Hank ergens binnen zijn. Ja, dan moet hij daar beginnen. Attentie voor 15301. Attentie voor 15301. 301, over. Hier, wijkteam 301, zeg het maar, over. Er is een inbraak bij Diergaarde Blijdorp. Graag met spoed een wagen, over. Een inbraak bij Diergaarde Blijdorp? Begrepen, over. Dat klopt, bij Diergaarde Blijdorp. Mogen we er naartoe met sirenes? Over. Toestemming om het sirenes aan te rijden. Over. En zwaailichten. Over. U weet 15301. U krijgt toestemming met sirenes en met de lampen aan te rijden. Over. Geweldig, we gaan gelijk er naartoe. Dank. Over, over, over. Over. Ja, nee, niet. Nee. Ja, Goed zo. 5 minuten verspild. Hou je adem in. Ga. Tommy, probeer Peter en Hank nog een keer te bellen. En let op je taart. Ze doen echt hun best hoor, die agenten, maar dit is misschien toch niet een slimme manier om binnen te komen. We gaan om. De andere kant, ja. Waar is je bed? Je kan het. Pak hem, ja hoor, ja. Zal ik ze terug? Zo goed zo, hè. Wat een toestand. En Tommy heeft niet in de gaten wat hij allemaal heeft veroorzaakt. Hij blijft maar zoeken naar Peter en Hank. Ah, he, daar zijn ze. Tommy, kijk eens achter. Oh, nee.
agenten zitten Tommy op de hielen en hij heeft nog steeds niks door. Peter en Hank hebben ook geen idee van wat er verderop allemaal gebeurt. Die blijven maar praten over vroeger. Dat ga je vanzelf doen als je ouder wordt. Dat is echt waar, zeker weten. Nee joh, helemaal gelijk. En die andere jaren was het precies hetzelfde eigenlijk, toch? Volgens mij wel, ja. Ja, dat was ook wel heel duidelijk wel. Ja. Tof, hè, die giraffe. Ja, geweldige dieren. Die geweldige beesten. Heb je die ogen wel eens gezien, die wimpers? Zo mooi, ja. Man, daar word je helemaal verliefd op ze. Maar volgens mij, er was ooit eens een keer iets met een Dream Night met een giraf. Dat klopt. Vertel het eens. In 2000 werd er tijdens de Dream Night werd er een girafje geboren. En die hebben ze toen Hank genoemd. Joh, wat leuk! En dat vind ik zo ontzettend leuk. Dus ja, dat is echt een hele speciale gebeurtenis voor mij. Dat is een eer. Ja, zeker wel. Tommy is wel weer vlakbij ze in de buurt. Nou moeten ze elkaar toch bijna vinden, zou je denken. Ja, dat is een goed idee. Tommy, bel ze nog maar een keer, want ze zijn echt vlakbij. En pas op je bloemen. Dan moeten we maar een keertje opzoeken in Stuttgart. Kunnen we het doen? Ja. Gaan we zeker doen. Vind je een goed plan? Ja, strak plan. Nou, dit is de oude ingang. Ja. De allereerste jaren, de paar jaren, kwamen de mensen hier binnen. Klopt. En toen na een paar jaar hebben ze het Oceanium gebouwd. Met een heel groot plein. En daar kwamen ze binnen. Dat was echt een heel groot feest. Ja, dat is bizar dit. En met alle vrijwilligers die ze opstonden te wachten, personeel. En, maar wat zo mooi was, dat hier altijd de burgemeester stond. Klopt. We hebben bijna elke iedereen jaar de burgemeester een handje te geven. Alles stond er. Rode lopen met politieagenten ernaast. Ja, vooral mensen hadden echt zoiets van... Ik moet wel bijzonder zijn dat ik deze avond er binnen was. Als je binnen was, had je gelijk het gevoel van, ik ga het feest in. Op de Dream Night waren de agenten altijd vrolijk en ontspannen. Dat kunnen we van deze twee niet zeggen. Dus er kunnen ook geen ziektes opkomen. Dat is heel slim bedacht. En ze hopen nou dat ze allemaal eieren gaan leggen. Ja, het is echt heel mooi. Ja, dit is een adres. Ja, hier.
Tommy, Hank, Peter en de agenten. Ze zijn vlak bij elkaar. Hoe kan dat nou toch dat ze elkaar steeds weer mislopen? Wijk 301 hier, over. Zijn jullie al ter plaatse, over? Ja, wij zijn zeker ter plaatse, over. Er al een verdachte gesignaleerd, over. Nee, alleen. We zien buiten een paar grijze slurven, zien we geen verdachte persoon nee. En geen verdachte situatie. Wel het alarm is hier afgegaan. Dat wel, het alarm is over afgegaan, over. Hallo, Rivierenhal. We staan nu net bij de olifanten. Goed, we gaan het zoeken. Ja. Oké, over. Dat schiet ook niet op zo, met die manier natuurlijk. Ik denk die kant op. Kom, gaan we daar. Waar zouden wij nou Tommy Bloeper ontmoeten? Volgens mij hier ergens in die Rivierenhal. Ik denk dat hij er elk moment kan aankomen. Oké, oh, daar komt hij. Heb je hem? Daar komt Tommy. Oh, kijk nou. Kom. Zo, dat noem ik nog eens met de taart in huis vallen. Ja, sorry. Hak. Dat klopt, ja. Peter? Ja, zeker. Ja, wat goed dat ik jullie tref, zeg. Ja. Ik ben Tommy van Blijdorp TV en ik wil jullie graag interviewen naar aanleiding van 25 jaar. 25 jaar. Hartstikke lang. Jullie zijn natuurlijk de grondleggers en de organisatie. Nee. Niet meer. Niet de organisatie niet meer. Nee, dat zijn nu Sandra en John. Sandra en John. Sandra de Wit en John. Nou ja, zo erg is het niet hoor. Ik improviseer wel wat. In naam der wet, u bent aangehouden. Inbraak. Ja? Artikel 14. Onrechtvaardige insluiping. Ja. Dat is hem, ja. U bent aangehouden en Kijk eens goed. Kijk eens heel goed. Die met dat baardje. Die ken je toch? Peter. Ja, Peter. En Hank. Ja, en... Ja, die andere, beroemdheid. Ja, van Rijnmond TV is nee, dat, ja. Nee, Blijdorp TV. Ik zit er elke keer naast, maar... in naam der koning, u bent ook aangehouden. Niks, geen koning. Ridder. Ridder wie? Ridder. Sir John. Sir John? Ja. Een hele goede dag. Ik sta in Diergaarde Blijdorp en ik sta naast twee hele bijzondere mensen. Dream Night at the Zoo bestaat 25. Nee, ja. Het is Dream Night at Blijdorp. Dream Night at Blijdorp. Jazeker. Ik sta hier naast twee hele bijzondere mensen. Dat zijn namelijk mensen van Dream Night at Blijdorp. Dream Night at Blijdorp bestaat 25 jaar. En naast mij staat Sandra. Een van de organisatoren die de laatste jaren heel hard heeft gewerkt om een één groot feest te maken. En ik sta naast John. En dat is niet gewoon John, dat is een John die pas geridderd is. Ridder John. Ja, ridder zeker. John. Van harte gefeliciteerd, Sandra. Ja, dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Namens Blijdorp TV wil ik jullie heel graag een taart overhandigen. En ik ben er uitermate voorzichtig mee geweest. Ik ben benieuwd. Oh. Nou, dat is echt... Dat is geweldig. Ja. Gaan we opeten en, nou, dankjewel. En uitdelen dankjewel. Aan alle vrijwilligers die meehelpen. Ja. Oh, ik hou zo van de pinguïns, van hun wiebelstap. Papegaaien, felle kleuren, ze kletsen heel wat af. En zag je al de vleermuis, lekker kontje, wat een lucht. Ook van de slangen, krokodillen is de stank heel erg verrukt. We gaan op Dream Night, we gaan op Dream Night, ik weet hoe. Kom op, ga mee op Dream Night. We gaan op Dream Night in de zoo. En we gaan ook naar de tijgers als ze
wakker zijn, want het is net als met de leeuwen. Ze vinden slapen fijn. De hyena's zijn wat banger en het luipaard zit verstopt. Oh, de wolven hebben honger, maar ze eten me niet op. We gaan op dream night. We gaan op dream night, ik weet hoe. Kom op, ga mee op dream night. We gaan op dream night in de zoo. In de zoo.